Jan de Jong, directeur bij Feyenoord. Ik vind het een prima keus. Ik vind het een prima keus. Ik begrijp alleen niet dat zo'n volwassen man nog steeds als George en Jimmy haar heeft. Je vindt dat niet kunnen, nee? Nee, maar ik vind het een prima man. Kijk, goede leeftijd, 50, heeft leidinggevende ervaring opgedaan. Niet iemand die over 3 jaar met een rolstoel loopt. Prima keus. Ja. Vind je ook? Ja, hij was ook kandidaat bij de KNVB. En Jan Smit wilde absoluut niet met hem samenwerken. Want? Nou ja, omdat Jan Smit wilde gewoon graag met iemand uit de voetballerij. Een voetbalman. En daarom is de keuze op Erik Gudde gevallen. En zijn naam klonk toen ook al. Want ze komen allemaal uit hetzelfde kringetje. Van een of andere headhunter. Jan Rapmoet of zo. Uit Den Haag. Ja, ik denk ook dat het een goede keuze is. Als hij maar van het voetbal afblijft. Ja, maar zo verstandig is hij wel. Want ook... Bij de NOS bemoeit hij zich niet met zaken wat niet zijn terrein is. Maar gisteren kwam hij prima over bij Jimek. Had hij echt, uitstekend. Jij noemt er altijd Jimek, hè? Noem je dat? Maar dat deed hij echt... Ik heb echt... Want dat vind ik eerlijk gezegd... de grote zwakke punt van Erik Gudde. Hij, die heeft dat niet. Die kan niet, die kan niet praten, die komt niet over, heeft geen enkele uitstraling. Die kan zijn idee en zijn visie nooit op tv goed vertellen. En dat kan Jan de Jong perfect. Ja, nou ja,